In deze videobite ga ik je wat tips geven over de taakbalk in Windows. De taakbalk is deze lange balk onderin je scherm, waarin onder andere je programma-iconen staan, het Windows startmenu en hier helemaal rechts enkele iconen en eventueel een klokje. En je kan dit menu zelf naar je eigen wensen aanpassen. Dat kun je heel simpel doen door onderin je scherm met je muiscursor in een lege plek van de taakbalk te gaan staan en dan met je rechtermuis te klikken. En dan kun je hier kiezen voor eigenschappen. En dan kun je een aantal instellingen doen. Ik zal het even doorlopen. Je kan je taakbalk ontgrendelen door taakbalk vergrendelen uit te vinken. En dan kun je meer dingen doen met je taakbalk. Je kunt hem bijvoorbeeld, ik zal dit even toepassen. Je kunt hem bijvoorbeeld nu verslepen naar een andere plek. Je kan hem aan de zijkant zetten van je scherm. Aan de bovenkant van je scherm en aan de linkerkant van je scherm. Gewoon eigenlijk net indelen van de plek waar jij hem het handigst vindt. En je kan hem eventueel groter maken als je heel veel iconen erin hebt staan. Dan kun je hem op deze manier meer ruimte maken. Je kan ook kleine pictogrammen gebruiken door dit aan te vinken. En dan als je op toepassen drukt, dan zullen de iconen klein worden. En op deze manier kan ook meer in je taakbalk. Ik zal het weer even aanzetten. En je hebt nog een handige optie voor het werken met meerdere documenten tegelijk. Zoals je hier ziet, heb ik twee Word-documenten openstaan. Als ik daarop klik, dan zie ik inderdaad dat document 1 en document 2 allebei open zijn. Maar als ik wil switchen tussen documenten, moet ik eerst met de muis hier overheen en dan hier klikken op het document wat ik wil hebben. Soms wil je makkelijk met één klik naar een document kunnen gaan. Ook dat kun je instellen in je eigenschappen van je taakbalk. Je kan namelijk bijvoorbeeld hier zeggen van taakbalkknoppen en dan standaard staat hij op combineren en labels verbergen. En als je hem zet op nooit combineren en je drukt dan op toepassen, dan zie je dat de twee iconen van Word dat die eigenlijk veranderen in twee balkjes. En als je nu, ik zal dit even dichtgooien, als je nu op een van die twee klikt, dan ben je gelijk op de plek van het Word document waar je wil zijn. Sluit je Word, dan wordt het weer een icoon. Nog een handige optie is dat je ook wat extra taakbalken kunt toevoegen aan je taakbalk, wat extra functies. Je klikt erop met de rechtermuisknop weer en ik ga hier naar werkbalken. En dan kan ik bijvoorbeeld een adreswerkbalk kan ik toevoegen. En daarmee kun je heel makkelijk heel snel bijvoorbeeld naar een internetsite gaan. Als ik daar dus op enter druk en ik heb dat adres van Videobytes bijvoorbeeld ingetikt, dan opent hij gelijk mijn voorkeursbrowser en ik ben gelijk op de site waar ik wil zijn. Dus dit is een heel handige manier om te werken. Nog een laatste tip. Soms dan heb je een scherm, bijvoorbeeld een laptopscherm, waar je wat ruimte tekort komt en wil je dat de taakbalk niet altijd in beeld is als je hem niet gebruikt. Nou, dat is heel makkelijk. Je kan weer naar de eigenschappen gaan. En je kan dan zeggen hier taakbalk automatisch verbergen. En als ik dan op toepassen klik, dan floept hij weg. En als ik hem dus weer wil hebben, dan beweeg ik simpelweg mijn muis aan de onderkant van het scherm en mijn taakbalk is weer terug. En ik kan een ander programma kiezen. Beweeg ik mijn muis weer weg. Dan zakt mijn taakbalk ook weer naar beneden. Op deze manier gebruik je het hele scherm voor het programma waar je aan het werken bent en verlies je geen ruimte onderaan door je taakbalk. Vond je deze taakbalktips handig? Deel deze videobite dan met al je vrienden. Like ons op Facebook en volg ons via Twitter.